En de sportschool Team Sixpack Motivation and Friends heeft vandaag senioren burgers van Huis Asiana in het zonnetje gezet. Naast een warme maaltijd kregen de bewoners ook een levensmiddelenpakket. Het initiatief van de school is spontaan omdat het Asiana-personeel al geruime tijd in actie is. Uit ontevredenheid over onder meer het uitblijven van salarisverhoging. Als gevolg van de actie heeft de directie de samenleving opgeroepen een handje te helpen met de zorg van de bewoners. De sporters hebben gehoor gegeven aan de oproep. Urte Adriaan van Team Sixpack Motivation zegt dat de sportschool sinds vorig jaar is gestart met sociale projecten. Het heeft volgens haar weinig moeite gekost om de leden te overtuigen voor deelname aan dit project. Net als bij onze dakloze actie willen we gewoon dat zoveel mogelijk mensen, jongeren als ons natuurlijk, het voorbeeld overnemen. We kunnen het niet elke dag doen, we zouden het heel graag willen. We zouden heel graag de mensen van Asiana een steun in de rug willen geven. Maar dat kunnen we niet. We proberen met het weinige dat we hebben het zo draagbaar te maken voor de mensen hier. Vivian Wongso-Rejo, hoofdzuster bij Asiana, is blij met het initiatief van de school. Ze hoopt dat andere mensen uit de gemeenschap het voorbeeld volgen. Ik vind het goed dat deze actie is gedaan. Want die heren zijn blijer mee, de bewoners van Unit 5. Hier is Unit 5. Ze zijn blijer mee. En ik heb gezien dat jullie toch een paar spullen hebben gegeven. Persoonlijk aan die heren ook. Aan de bewoners. Ze zijn blijer mee. Ja! Nou, volgens mij moet er nog meer zijn. Wat heeft u zo gegeten? Bami. En smaakt naar meer? Ja. Ja, maar als er niet meer is, kunnen we niets aan doen. Een bewoner van Huis Asiana en daarvoor hoofdzuster Vivian Wongso-Rejo. Ze zijn beide blij met de donatie die vandaag gedaan is door Team Sixpack Motivation.